Goedemorgen lieve YouTube-kijkers, welkom op deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 4 februari, het is 9:05. Ik zou zeggen, ook namens de twee dames en namens Max en namens Roderick, heel veel kijkplezier, want we hebben vandaag een Husky-meeting in Alphen aan de Rijn bij de hondenspeeltuin. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst weer. Zo, Max is mee, Roderick is mee, heb ik hem nou op en op? Nee. Lady is mee, Lovely is mee en we zitten dus nu in de trein. Ja, dit komt dus gewoon in de vlog, maar ik denk ik pak even mijn telefoon, mag ik wel even. Max is mee, Max? Nee, lekker laten gaan. Ook soms, want het is ook waarschijnlijk voor hem voor de eerste keer. Ja, hij doet heel rustig. Ik heb een paar mooie foto's ook weer van hem gemaakt. Laat hem maar lekker liggen. Hé, maar hoe vind je dit? Ik vind het goed gaan. Zo, lekker zonnetje. Ja, hij ging eventjes donker worden, dus ik moest eventjes het licht even pakken. Oh, de praten. Max doet het heel rustig. Ja. Gewoon lekker na te komen zitten, hier lekker liggen op de grond. Rustig. Mooi. Piepen. Maar vind je het zelf spannend om nu naar de Husky meeting te gaan? Daar denk ik nog even niet aan, dat zie ik dan wel. Wees even eerlijk. Ik heb even nu mijn gevoel uitgezet, anders zit ik boordevol met zenuwen. Dat moet ik even niet hebben, dus het staat nu even uit. Oké. Okay. Als ik terugkom, dan krijg ik wat veel te horen geweest. Oké. Okay. Nou, we zijn al overgestapt, we zitten nu in de trein. En die gaat eerst nu stoppen op Leiden-Lammerschans en dan bij Alphen aan de Rijn en dan moeten we weer uit, joepie! Toch? Ja, joehoe. Max is rustig, maar nu weet ik nog. Komt wel goed. Hoop ik. Max! Ja, ik wou even eventjes een foto maken, vind ik leuk. En die komt dan weer op Facebook terecht. Joepie! Ik heb er zin in. Nou, wij zijn dus in Alphen aan de Rijn aangekomen. We zijn al eventjes al een stukje aan het hobbelen. Want achter ons ligt behoorlijk al het station. En wij gaan dus nu lopen naar de hondenspeeltuin Oost-Gouweweg. Mijn meisjes hebben het heel goed gedaan. Want voor Lovely was het de eerste keer in het waait. Dus dan ga ik er wat harder praten, zodat jullie mij wat beter kunnen verstaan. Maar Lovely heeft lekker gelegen. Lady ging een beetje etteren omdat we bijna er waren. En Max heeft het ook heel goed gedaan. En Roderick, ja, die vindt het heel spannend. Ja. Want hij gaat nu zometeen allemaal nieuwe mensen ook leren kennen. Vindt hij echt nog helemaal niks. Nee. Dus hij laat het allemaal op zich afkomen. Ja, maar ja. Merken het wel. Toch wel, hè? Ja. Mooi. Dames, kom maar. En ik weet de weg, dus dat wordt leuk. Sorry. Kom maar, zometeen spelen. Bijna 12 uur. En om 1 uur begint het. Kun je nagaan. We zijn heel lekker op tijd. En we hebben nog even. Maar ik vind deze brug zo mooi. En die lopen ook gewoon lekker rustig bij. Lady, die weet het al, hè, meisje? Jij weet het al, hè? Oh ja. Jij weet het al, hè? Ja. Dan ga jij zelf ook op en op het gras lopen. Oké, doe je goed. Dit is namelijk een hele mooie grote ophaalbrug. Die dus naar boven toe gaat als er wat aankomt. Ja. Blijf even lekker filmen. Dames, nee, kom. Goed zo. Waar zijn we toch allemaal beland? Hè? Goed zo. Nee, Lovely. Kom maar. Kom. Op het gras, Lovely. Op het gras, kom maar.
Op het gas, kan ik nog een beetje goed vloggen, wil je? Lovely, niet helemaal daar naartoe. In het midden, klaar. Niet doen. Hij is heel huge. Deze heeft Roderick ook nog nooit gezien, dat weet ik. Hoe vind je die brug? Groot. Hoe groot? Heel groot. 1, 2, 3, 4, 5 etages. Ja, nogal, ja. Wat moet er onderdoor kunnen? Een oceaan stomen? Ja, zoiets. Komt dus op en op YouTube te staan. Dus iedereen die komt erop. Gezellig. Nee, ik moet niet even testfoto hoor. Oh, ik zit gelijk goed met mijn ISO, dat is mooi. Lovely. Lekkere kind, zo genieten hè. Alleen nu zit ik weer met mijn oortjes te kloten hier. Ik kan ook helpen horen, want ja. Even mijn oortjes naar boven. Juist, dankjewel. Hé, hey, kindje. Daar weg. Goed zo. Ja, wat denk je zelf? Ik zie geen hekjes, zeg joh. Ja, nu is hij beter, hè? Oh, puppies! Oh! Er komt een andere hond aan. Hier, lady! Waar is lady? Lady, hier! Shadow! Kom maar! Zij, jij blijft hier. Lady, kom maar! Allemaal inderdaad in de huskies er vanaf halen, ja. Lijkt me handig. Als ik daar nog een paar koppen op haal, dan gingen we weg. Of zei die met Danielle lovely! Buiten gewoon een knuffel, hè. Hij is schat. Ik ben gisteren sturen een berichtje van... Ik zou gisteren eten daar. Waar is die kleine? Oh, daarom. Gisteren een berichtje van... Even! Lovely! Oh, daarom. Je bent nog zo klein, ik ben je van af en toe kwijt. Lovely, kom maar, ga je mee? Gaan we eventjes naar achteren. Hi! Hallo! Ja, heb je kleine Lizzie gezien? Nee, maar als ik haar zie, dan neem ik hem mee. Graag gedaan! Waar is die kleine van mij? Lovely, waar ben jij? Oh, daarover. Je komt ook echt achter me aan ook, als ik je roep, dat is mooi. Kom maar, gaan we daar naartoe. Kom maar. Kom mee. Kom maar. Boefbeer. Boef. Kom maar, ga mee. Kom maar. Boef. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja. Lovely. Lovely. Nee hoor. Kom maar. Kom. Koud. Het is hier lekker blubber. Ga ik goed, ja, hè? Ja.
Hi schatje. Hi kindje. Was je schat? Hey, kom maar. Kom maar. Lof. Oh, hartstikke idee. En hij staat aan. Dan ga je een beetje rondje lopen of zo. Lekker in het water, hè, jongens.
nog zien. Hey Max! Lady! Lovely! Doe ik het zo, heb ik het er beter op. Voor de hoes, schat. Tellen. Dat bedoel ik. Hé, schat. Ja, dit komt allemaal weer op YouTube terecht. Pak gezellig. Lady. Hey, kind. Ga ik even een rondje lopen. Lassie, waar ben je? Oh, daarom. Hey, ga het water in. Ga het water in. En toen was hij weer. Nee, ik wou net zeggen. Hi! Grote puppies worden kleine puppies, zeg maar. Grote puppies worden kleine puppies. Lady ook, lieve. Hey! Lady! Lady, kom! Lovely, kom maar! Kom! Lady, lovely, kom maar! Kom! Hela! Kom! Hela! Nee! Hey! Kom, kom, deze kant. Lovely, kom. Laat dat, Lovely. Ja, goed zo. Lovely, los. Los. Nou, klaar. Over, eigen weg. Ja, en dan tackel ik je wel eens een keer. Ook goed. We zijn dus nu alweer op nog de terugweg.
En we hebben een meelifter, kijk. Jukli loopt ook mee. Max is mee. Lady and Lovely. Kijk. Hey Juk. Hey, kerel. Ga vlotten, Juk. Goed zo. Ja, keurig. En dan zie je, en dan hoor jij je gewoon weer terug, hoor. Op YouTube, vriend. Ja. Je hoort je gewoon weer terug, hoor. De roedel van klein, van dat en naar dat. Ja, oké. Okay. Los, goed zo. Maar echt net alle drie zo naast elkaar. Dus ik heb ze ook heel mooi naast elkaar in beeld. Ja. Draaien. En we gaan dus nou weer het lopen naar het station in Alphen aan de Rijn. En dus om terug te gaan naar haar huis. Juk ligt er lekker bij. Lovely ligt er lekker bij. En Max ligt er lekker bij. Roderick is ook moe. Slaapt half, hè? Nog even. Ja, oeh ja. Maar dat ga jij niet pakken en wat daar ligt? Nee? Oh, ga jij het vertellen dan? Ja? Wat dan? Ja? En toen? Ja? Maar zo, en toen? Vertel het dan. Ik heb de halve Juke erop met een foto, dus het scheelt. Dat is leuk. Doe ik even draaien. Sorry, ik moet toch weer even draaien met mijn camera. En met mijn videopad editor. Moet ik even draaien, nu een paar keer. Ja, ik moet knippen draaien. Ze zijn allemaal moe en uitgeteld. En toen? Lady. We zijn nu in Leiden Centraal, alleen ik heb het steekoud, ja. Hij hier naast mij, die heeft het heel erg naar zijn zin gehad, toch? Hij is even aan het eten, maar hij komt zo meteen aan de spraak. Kijk eens hoe lief. Maxie, Max. Max. Hey. Hier, mijn kind. Heb jij je mond leeg? Nee, nog niet. Nee. Nee, maar ik heb in zo. Nou, ik. De honden en ik hebben sowieso genoten. Ja. En een topper voor Felicia. Ja, en mijn telefoon is gevallen. Ik zie het. Maar oké, maakt niet uit. Nee, maar een topper voor Felice. Die heeft het super gedaan. In de uppie-duppie. Maar ook de andere mensen, die hebben ook overal opgelet. De poepjes opgeruimd. Wat ik heb gezien. Ik heb zelf ook een paar keer op moeten ruimen. Dus kuiltjes weer dichtgemaakt. Ja, en hoe vond jij het? Indrukwekkend en gezellig. Dus dat
Zeker een aanrader. Zeker als je een husky hebt. Word lid van de groep. De husky groep. Ja, moet je er niet iedere keer mee naar kijken? Hè? Kijk naar de camera. Nee. Kijk naar de camera, ik zie mezelf. Ja, dat is mooi. Dus, ja. En niet zo boos kijken. Nee, Ro, even niet iedere keer met je haar. Kom. Het zit helemaal door de waar. Ja, nou in. Ja, vind ik niks. Ja, nou in. Maar, daar... Oeh. Nee, even serieus. Hoe vond je het? Het was wel indrukwekkend, ja. Het was zeker een aanrader. Duidelijk praten. Zeker als je een husky hebt, zou ik het zeker aanraden. Ga er een keer heen. Word lid van de husky groep. Reclames hoeven ook niet altijd. Nee. Nee, maar wat hij dus wil zeggen, want hij lult eroverheen. Hij vond het eng. Kijk, daar kan je mee beginnen. Vond het eng, ja. Nou goed, nieuwe dingen vind ik sowieso niet leuk, maar eng is weer wat anders, overdreven. Maar ja, blij dat ik mee geweest ben. Nou, dan horen jullie het ook een keertje van hem. Hij is gewoon echt blij dat hij mee is geweest. Ook al hebben we dat nou sterven koud. Loffie ligt er helemaal te grillen omdat ze het koud heeft. Ah, mijn ziel. Ja, toch? Ja. En Max heeft het ook heel erg en naast zijn zin gehad, toch? Die is nu moe, dat is anders eigenlijk nooit. Dat is puur gelopen en dan nog willen spelen en dan nog met de bal willen spelen en nog weer spelen. Spelen, aandacht. Ja. Nou ja, ik hou jullie sowieso op de hoogte. Maar we moeten er van tussen. Laters. Ik wil iedereen heel erg bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. En dan zal ik altijd maar weer zeggen, doe dat een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke comment achter, want ik vind het hartstikke leuk om een beetje interactie met jullie te hebben. En dan zou ik zeggen, tot mijn volgende vlog maar weer.